haar zoontje staan. Met een vriendje dat vraagt of het bij hem komt spelen. Dat het tijd is om naar huis te gaan. En tot haar schrik, haar ontzetting, staart hij haar aan met een ijskoud gekoelde blik. Zegt, jij hebt een moeder. En dat is meer dan ik. Jezus was toch ook.